verkeers wellicht een beurs geweest. Dus ja, ik bedoel, er zal altijd wel een belachelijke beurs zijn waar ze denken van, denk laten we hem dan maar daarheen sturen. Ik heb een mooie. Ja, en je bent er gewoon hartstikke goed in, Jan. En je zorgt ervoor dat zelfs een bloedchagrijn als ik een hartstikke goede avond heeft. Dus ik kan niet anders zeggen. Dat was alweer de complimenten, man. Zo eerlijk en oprecht. Zo zie je dat het ook anders kan. Ja. En dat is lang niet slecht. En hij meent het echt, nou, ja. En hij meent het echt. Ja. Jan? Ik ben hartstikke blij met Rob. Ik bedoel, er gebeurt niet vaak dat ik derde word ergens. Dag Jan, ik kijk vanavond het Po-nieuws weer terug. Hoi hoi. Doeg Robbie. Hoi hoi. Hoi, man, hoi. Hoi. Het is Lego House, Ed Sheeran. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. Van Lego kan Jan Roos alles maken. En hij kan ook alles maken. Zo. God, wat heb ik gelachen, zeg. Check het als je het niet gezien hebt in het Po-nieuws. Het was echt een weergaloze clown, Jan Roos. Dat is echt fantastisch. Hij staat dus ook nummer 3 met deze bijzondere prestatie in onze vrijdag 13 over prijsjes gesproken. Ja, Pascal, maak je geen zorgen. We zijn inderdaad op zoek naar Gerard Ekdom, maar die wordt natuurlijk ontzettend afgelepperd daarbij dat televisiergala. Dus zodra hij uit de knuffelzone is, zullen wij even met hem praten. Want hij heeft zojuist de prijs gewonnen als talent. Greatest talent. Daar zijn we blij mee. Ook zo mooi Nederlands ook. Greatest talent. Yes. Wie is die imitatie? Wie is Rio Rio? Wie is die imitatie? Wie? Het hele pakket is door Jan Magus en Glo op zijn zolderkamer gemaakt. Poont bezuinigd gewoon. Wie zal ik vandaag eens... Ik neem toch jou, Jan. Ja, goed zo. Dank je. Ik heb ook zin in vandaag. Fred, als jij dan even de spelregels wilt uitleggen, dan schrijf ik echt hoogst persoonlijk met mijn bekende Nederlanders hand.
Schrijf ik even een naam op. Jelmer krijgt van Rob een naam op, een bekend iemand. Maar hij mag diegene niet zomaar imiteren. Niet in zijn eigen comfort zone. Nee, die bekende Nederlander, die loopt bij de bakken naar binnen. Tingelingeling. En zegt dan vervolgens bla 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 bla. En Jelmer imiteert dan degene die hij nu op een briefje krijgt. Jelmer, situatie bij de bakken. Ja. Tingelingeling. Hallo mensen. Nou, leuk dat jullie allemaal weer zijn hier bij de bakker. Nou, ik zal even een broodje eten. Rob, wat kijk jij me raar aan? Jij ook hier bij de bakker? Ja, je zult wel denken, wat doet die man een rare stem? Zo ken je hem helemaal niet. Nee. Nou, ik doe eigenlijk een imitatie van mezelf na. Ja, want vroeger was er een programma, daar werd ik in geïmiteerd. Jawel. En die sprak ook zo. Dus dat doe ik dus nu, de imitatie van mijn imitatie na. Geef maar, ik geef het toch aan Fred. Oh, Fred, weet je het al? Denk het niet, hè? Geen idee. Nee? Nou, er was dus vroeger... kijk, hier, Esja weet het wel, hoor. Esja kent het al. Esja heeft toch sms, die maakt kans op de prijzen. Jawel. André van Duin komt binnen. Nee. Hai, André van Duin is weer zo, hè? Ja. Hou ik een pistolet, hè? Ja, dat mag wel, hè? Ja. Nou, Fred, doe jij even je best. Ja. Mag ik tingeling? Ja, tingeling. Tingeling, sorry. Hallo bakker, een fantastische dag, hè? Als ik het een beetje zou willen, zou ik deze bakkerij zo kunnen verfilmen. Maar gewoon een broodje of een krentenbol. Wist je trouwens dat ik met een nieuw programma bezig ben? Wie is de krentenbol? 3 krentenbollen in de etalage. En dan mag 1 van de kijkers kiezen wie de echte krentenbol is. Dag bakker. Ja, dat laatste was denk ik heel essentieel. Michiel Veenstra zegt Claudia de Breij. Nou, die is er in elk geval niet. Michiel Veenstra zijn tweede suggestie. Geen idee, kan ik me al beter in vinden. Maar die is het ook niet. Als jullie enig idee hebben wie het is, laat het weten via de Standard Message Service 4x3. Oh fuck, hij heeft hem goed. Echt? Derde poging van Michiel Veenstra. Maar dat was die van mij, hoor. Dat was die van mij. Nee. Ik zie het tijdstip waarop hij gewhatsappt heeft. Die is van Fred. We gaan naar de vrijdag de 13. We zijn er allemaal helemaal weg van. Hoe is het mogelijk dat het 100 jaar na zijn dood nog zou gebeuren? Het is Michael Jackson. En ja, ik heb van de week nog naar die originele versie zitten luisteren op het album Bad, maar er is echt geen flikker aan. De nieuwe versie van Nero is dé versie. Hier is Speed Demon. And get your day right. And get your day right.
and yet you're dead. Michael Jackson, Speed Demon. Als hij dan de King of Pop is, dan is Nero de keizer. Hey. Wauw. Heb je tekstschrijver mooi opgeschreven? Ik streep hem even door. Ja. Ik noteer hem in mijn balboekje. Voor later. Ja. Matthias, hi. Hi, goedenavond. Voor welke imitatie viel jij? Was het voor die van Jelmer of die van Fred? Toch niet van jou, maar. Ja. Kijk, wist je het serieus toen al? Ja, serieus. Maar jij snapte toch wel wat ik bedoelde met ik werd vroeger geïmiteerd? Ja, dat niet, maar ik moest denken aan pittige tijden. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoelt hij, hè? Pittige tijden. Ja. Ja, dat heb ik dan ook helemaal gemist. Ja. Dus jij herkende, dus het was dus ook serieus wat je zei, van de imitatie van de imitatie. Ja, zeker. Nou, wat er verder nog binnenkwam, alles fout op 2 na, van de Grijp. Frans Bauer, anders gespeeld. Wilfred Gené. Balkende. Ja, de Jos Brink komt trouwens echt wel een paar keer binnen. Ron Boshart, Jochem Meijer. Kermit de Flikkert. Aldus Wouter uit Buren. Nee. Balkenende. Nou, daar zat je dus. Daar moest ik dus aan denken. Ja, dat snap ik wel. Begon zo. Dat is ook een imitatie van. Ja, dat is Balkenende die Kermit imiteert. Ja. Of andersom in het ergste geval. Moeilijk spel, hè? Eigenlijk wel. Ja. Maar Matthias, wie was hij ook alweer? Hij was de Reinoud Hoornemans. Gefeliciteerd. Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen? Ja, weet je wel. Matthias, jij gaat griezelen bij Paranormal Activity 4. 4 alweer? Ja, dat houdt nooit op. Kijk aan, vind ik een hele enthousiaste reactie. Ik denk niet dat... Nee, super. Ja, ik denk niet dat er meer uit te halen valt. Wat wil je er verder nog bij hebben, Matthias? Want dat is vanmiddag ook gelukt. Nou, maak maar gek. Ja, nou, dat kan wel. Ja, Jelmer, maak hem even gek. BLG.